U zegt alles valt weg op zo'n moment na de eerste helft. Hoe kan het dat dat allemaal in één keer zo makkelijk alsof het niks is wegvalt? Ja, nou ja, als je dat precies zou weten. Maar dat heeft alles te maken met vertrouwen volgens mij. We zijn natuurlijk, we staan onderaan. We hebben al wat tikken gehad en dan krijg je weer een tik. En ja, dan blijkt dat de spelers die we hebben op dit moment niet in staat zijn om dat om te zetten in iets positiefs. Denkt u dan dat er kwaliteit ontbreekt in het team? Nou, vandaag de tweede helft wel. En we kunnen allemaal excuses zoeken van mensen die door blessures of schorsingen er niet bij zijn. Maar we hebben op dit moment nog niet kunnen laten zien in de competitie dat wij goed genoeg zijn om, zeg maar, nou ja, Groningen hoort eigenlijk, vinden we bij de subtop. Nou, daar hoeven we voorlopig niet over te praten. Maar wij en ik denk nog steeds dat we wel in de Eredivisie mee kunnen komen in ieder geval. Maar we zullen, de belangrijkste is nu, morgen, als je bij elkaar zit, hoe draai je het nou om? Wat moet je daarvan doen? Wat heb je nodig? Want we gaan het omdraaien. Ik ben er heel veel bij. Het is met name het vertrouwen van spelers in zichzelf. Je ziet dat Tim Handwerker vandaag een cruciale fout maakt. En de tweede helft lukt niks meer bij hem. En zie je hem ook in verdedigend eigenlijk achteruit lopen en aan de bal. En gaf hem voor even een fantastische trap. En die ging ergens over de achterlijn. Dat doet het met spelers. Dat herken ik zelf ook wel. Ik weet ook wel dat toen ik ouder was, dan kun je daar beter mee omgaan, ben je wat stabieler. Ja, en dat is wel iets wat natuurlijk bij ons zeker aan de orde is, dat we lopen niet van ervaring over. Nou, wat dat betreft, Danny Buijs is natuurlijk een relatief jonge trainer. Adviseert u hem dan ook persoonlijk dingen? Nou, zo moet je dat echt niet zien, want er is een hele staf met Henny Spijkerman, met Peter Hoekstra, met Bas Roorda en daaromheen zijn er nog andere mensen die bij de staf horen. Dus we hebben ervaring genoeg, maar volgens mij, op een gegeven moment zeiden ze ook van je moet steeds jongere trainers hebben zoals in Duitsland, zoals Nagelsman. Maar de kwaliteit en de toewijding van Danny Buijs staan bij mij absoluut niet ter discussie.